Klaar om een kat in huis te nemen? Een kat leeft gemiddeld 15 jaar. Eén kat in huis hebben is dus geen lichte beslissing. Een kat is geen hond. Dit dier is meer zelfstandig en heeft zijn eigen karakter. Trouwens, stellen de genen voor een deel het karakter vast. Deze Perzische Birmaanse kat bijvoorbeeld zal heel liefdevol en geïnteresseerd zijn in de mens. Veel meer dan de gewone Europese kat met kort haar. Maar vergis je niet, een raskat heeft voor- en nadelen. Met zijn typisch snuitje heeft een Perzische kat bijvoorbeeld gemakkelijker ademhalingsmoeilijkheden. De eigen karakteristieken van de rassen kennen kan je dus helpen om te kiezen. Zich informeren naar zijn herkomstmilieu is ook belangrijk, want de omstandigheden waarin een katje opgroeit zijn doorslaggevend voor het vervolg. Adopteer dus alleen een kat die van serieuze personen komt. Of, als je kiest voor een raskat, koop hem bij een betrouwbare kweker. En waarom geen volwassen kat adopteren? Het is zeker geen slechte keuze, voor zover je geïnformeerd bent over zijn antecedenten. Hoe het ook zij, eens bij je thuis heeft een kat aandacht en opvoeding nodig. Een andere eis: je moet zorgen voor een kattenbakvulling, een kattenmand, twee eetbakjes, een paar speeltjes, een krabpaal, eventueel kattenkruid en een borstel om dode haren weg te nemen terwijl je je band met het dier versterkt. En, nog zin om een kat in huis te hebben?